starry night. Paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills. Sketch the trees and the daffodils. Catch the breeze and the winter chills in colors on the snowy. Warme zomerdag, zinderend in blauw en geel. Sporen van een wild penseel, gedreven door jouw rusteloze hand in het wijde Franse land. Vond jij voor de eeuwigheid de bron van je onsterfelijkheid, maar niemand zag die rijke bron ontstaan, en ik zie je gaan. Schuilend in een feest van kleur, de waanzin loerend achter elke deur, omdat het wonder nooit gebeurt, dat ze je taal verstaan en dan Vincent begrijpen wie je bent. Avond op het land, eenzaamheid in blauw en grijs, maaier met een zware zeis, de laatste vonken van een heilig vuur, hemel van azuur. Die heel het Franse land omspant. Cypress die als een zwarte hand zich uitstrekt naar een smalle bleke maan. En ik zie je gaan. Schuilend in een feest van kleur. De waanzin loerend achter elke deur. Omdat het wonder nooit gebeurt, dat ze je taal verstaan en dan, Vincent, begrijpen wie je bent, wat jij had te geven. Nam niemand van je aan. En in die warme zomernacht heb je het eindelijk opgebracht, wanhopig van de wereld weg te gaan. Vincent, een man als jij kan in een wereld vol van onbegrip onmogelijk bestaan. Wolkeloze nacht, ergens is nog jouw gezicht, ingelijst en fraai belicht, gekoesterd in een veel te mooie zaal, zo hopeloos verdwaald. Een hart dat zoveel liefde had. Jij schilderde je eigen pad. Een weg die doodliep in het rijpe graan. Zo zie ik je gaan. Schuilend in dat feest van kleur. De waanzin loerend achter elke deur. Omdat het wonder nooit gebeurt, toch zijn er meer nu dan je denkt, Vincent. Die weten wie jij bent. Een bijzondere avond voor kunstliefhebbers in New York. Daar ging vannacht een schilderij van Vincent van Gogh onder de hamer. De doek leverde minder op dan verwacht, maar werd wel in één klap een van de duurste van Goghs ooit. We start back at $41 million for this. At $42 million now. At $44 million. De weide onder onweerslucht is het hoogtepunt van de avond bij veilinghuis Sotheby's in New York.
Van Gogh maakte het schilderij in het Zuid-Franse Arles een jaar voor zijn dood toen hij kampte met psychische problemen. Het werk was jarenlang in handen van een Belgische familie, maar krijgt vanavond een nieuwe eigenaar. Volgens kenners maakte Van Gogh vlak voor zijn dood zijn beste werken. Die komen maar zelden op de markt en dus hopen ze hier met dit schilderij tientallen miljoenen dollars op te halen. Dit is hier, 48. So, 48 miljoen dollars, thank you very much. Met veilingkosten komt de totale prijs uit op 54 miljoen dollar. De koper is een particuliere kunstverzamelaar. Kijk dus nog maar even goed voor het verdwijnt in een privécollectie. Waanzin loerend achter elke deur. Omdat het wonder nooit gebeurt, toch zijn er meer nu dan je denkt, Vincent. Die weten wie jij bent.